Goedemorgen allemaal, weer een nieuwe tennisvlog van Tennis Insider. Ik heb dit weekend een aantal onderwerpen voor jullie geselecteerd. Ik ben onder andere in Zoetermeer geweest bij JRT. Ik wil het met jullie hebben over John Verlottem zijn uitspraken. En ik wil het hebben over gecertificeerde tennisscholen. John Verlottem die deed gisteren bij de NOS, gaf hij zijn mening over het ontslag van Jan Siemerink. Hij noemde daar dat Siemerink weinig zijn stempel erop heeft kunnen drukken. En dat eigenlijk komt door door de KNLTB, dat het een oude gentleman's club, zo noemde hij het, is. Ik denk dat hij wel een punt heeft op dat gebied. Er wordt natuurlijk ontzettend veel door meneer Tung. En voornamelijk meneer Tung bepaald, denk ik. De positie van sportief directeur is denk ik een positie waar hij gewoon, klinkt misschien raar, waar hij gewoon een uitvoerder is van taken. Ik weet uit betrouwbare bronnen dat hij ook vaak volgens mij zelfs niet eens zijn mails zelf beantwoordde enzovoort. Dus hij heeft gewoon een job aangenomen waar hij gewoon niet voor gekwalificeerd was. En wat ook volgens mij geen inhoudelijke kant heeft. Maar even reageren op de dingen die Van Lottem zegt. Ten eerste heel erg goed dat hij als oud-prof zich durft uit te spreken. Hij zegt daar eigenlijk in dat de problematiek van het Nederlands tennis voor een groot deel op het konto komt van de KNLTB. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Echter heeft hij natuurlijk een bepaalde status. Hij werkt bij Fox volgens mij, heeft hij een hele hoge functie. Dus hij heeft ook geen belangen, dus hij kan ook zeggen wat hij wil. Ook, dat weet ik uit persoonlijke ervaring, ik heb vroeger wel eens met John Verlottem getraind in Valkenswaard. En volgens mij zat hij ook niet echt in dat kliekje van Elting, Haarhuis, Reinders enzovoorts. Dat was hij nooit, volgens mij, een factor in dat geaccepteerd werd. Hij was natuurlijk redelijk extrovert, had toen al... Redelijk speciaal gedrag af en toe. En daardoor denk ik dat hij ook meer in de positie is om zo'n ding te kunnen zeggen. Ik denk dat het wel een goede ontwikkeling is dat oud-profs of belangrijke mensen dat die een ongezouten mening gaan geven. Alleen wat heb je aan die mening? Ik zie John Verlottem niks in het tenniswereldje doen. Ik zie hem niet proberen er iets aan te veranderen of wat dan ook. En ik vind hem ook niet heel specifiek bepaalde dingen benoemen. En of hij dat ook daadwerkelijk daar het verstand van heeft. Want hij noemde ook dat Paul Haarhuis vooral op de baan moet blijven. Een hele goede baantrainer is. Denk ik dat hij daarmee bedoelt. Waar baseert hij dat op? Is hij zelf gaan kijken? Kan hij daar zelf over oordelen? Dus er zitten een aantal gaten in zijn verhaal. Maar wat ik wel heel erg goed vind is dat er gewoon eens iemand staat. En die gewoon ook gewoon ongezouten zijn mening geeft over wat het... doet hij ook vaak op Twitter, las ik. Dat is denk ik een goede zaak. En het moet niet zo zijn dat er gewoon iedereen zijn mond houdt in het openbaar. En dat er gewoon nooit meer een slecht woord over bepaalde zaken gezegd kan worden. Want dat is ook een van de redenen waarom ik deze vlog doe. Ik was zaterdag bij het JRT-toernooi, 4-sterren-toernooi in Zoetermeer. Werd gehouden bij de tennisschool InTime, die waren ook de organisator. Ik moet zeggen, een geweldig mooie accommodatie. Mooie buitenbanen, super mooie parkeergelegenheden, heel veel mooie banen. Fitnesscentrum erbij, goede bar. Gewoon echt een heel mooi centrumdekker in Zoetermeer. Iets waar wij waar ik in Limburg enorm jaloers op ben. Dat komt nog niet eens in de buurt van wat wij hier van accommodaties hebben. Wij als Limburgers kunnen daar alleen maar heel erg jaloers op zijn. Met het toernooi zelf werd gehouden. Volgens mij bij een paar leeftijdscategorieën waren de hoogste geclasseerde spelers waren niet aanwezig. Omdat ze cupverplichtingen hadden in het buitenland of in Nederland. De resultaten daarvan waren geloof ik dat alleen de jongens 16... naar de finale van Europa zijn gegaan. Ik denk ook, als ik heel eerlijk ben, de enige interessante leeftijdscategorie. Met misschien 1 of 2 uitzonderingen bij andere leeftijdscategorieën.
Heb je een Denij of Deni of weet ik niet hoe je dat uitspreekt, Wasserman. En Lodewijk Weststraten. Ik ben zelf niet zo'n, ja, niet zo'n fan van Lodewijk Weststraten. Ik vind het, dat hij goede ogen heeft. Hij weet hoe hij moet spelen, maar zijn slagen, naar mijn mening, moet je wapens hebben. En die kan ik niet of nauwelijks herkennen in zijn spel. De tegenstelling tot Denij Wasserman wel. En zeker wapens. En ja, ik hoorde een aantal verhalen over hem, op wat hij op het toernooi had uitgesproken. En zo'n beetje, ik heb hem ook wel eens zo aan de zijkant horen praten en zo. Ik hoop niet dat ze die jongen klein gaan maken. Ik hoop dat ze hem vooral zichzelf laten blijven. Want ik denk dat zo'n instelling en iemand die wat goch mee heeft en iemand die gewoon ja, een beetje on-Nederlands is, die moeten ze gewoon zichzelf laten zijn en zichzelf laten ontwikkelen als mens. En dat is ook meteen mijn punt in relatie met het JRT in Zoetermeer. Ja, ik heb af en toe het idee dat ik weer in een begrafenisstoet of een begrafenistombe ben. Want ja, ik vind het lijkt wel alsof de kinderen van tegenwoordig, dat die, ja, het lijkt alsof ze minder de drang hebben om te winnen. Want welk jong kind kan goed relativeren als hij wil winnen, dat hij fouten maakt, dat hij misschien verliest of wat dan ook. Daar komen toch bepaalde emoties bij kijken die je dan op dat moment misschien niet kan handelen. Ik snap het niet helemaal, want die scheidsrechters daar die worden volgens mij geïnstrueerd dat elke kick die die kinderen geven, moeten ze volgens mij optreden. Dus wat krijg je dan? Je krijgt allemaal van die lamme schaapjes op de baan. Dat heb ik, dat valt mij elk toernooi weer op eigenlijk. En ik denk dat dat wel een slechte zaak is. Ik zeg niet dat er allemaal moeten kinderen zijn die als zich allemaal misdragen, dat het allemaal getolereerd moet worden. Er moet zeker een leerproces in zitten. Maar makke schaapjes op de baan, ja, ik vind het een raar fenomeen. Verder, het toernooi, ik vind het niveau erg zwak. Kan echt helemaal niemand ontdekken waar ik nou onder de indruk van ben. Een jongetje van mij die een paar jaar geleden nog op de club speelde, die speelde dan mee. En die speelde in de tweede partij tegen de nummer 1 van Nederland, de jongens van het 14. Jongetje met weinig uitstraling, vind ik. Hele vlakke slagen, heel direct speelt hij wel, maar zodra daar volgens mij enige vorm van tempo, vaart of spin op komt op die slagen, dat breekt volgens mij aan alle kanten. Dus daar was ik helemaal niet onder de indruk van. Maar het niveau, ja goed, ik weet niet waar het dan ligt. Of ja, ik weet misschien wel waar het dan ligt, maar ik kan niet precies tot één ding toespitsen. Ik vind het niet sterk. Ik vind het elke keer als ik naar die toernooien kom, dan denk ik van ja goed, dit moet toch allemaal wat beter kunnen. Zeker als ik zie in wat voor een omgeving veel tennisscholen kunnen werken. In een omgeving waar heel veel mensen wonen, met een schitterende accommodatie, met mooie faciliteiten. Wat ik trouwens nog als laatste wil benoemen. Ze hadden een mooi systeem daar waar je je wedstrijd kon kopen eigenlijk als het ware. Er was een mooie camera door een of ander Tsjechisch bedrijf hadden ze dat daar neergezet. Dan konden ze live via YouTube kon je de wedstrijd volgen. En je kon ook eventueel na de wedstrijd met een USB je wedstrijd kopen. En om dan later terug te analyseren. Goede ontwikkeling, vind ik heel mooi. Maar mooie pracht en praal eromheen. Mooie accommodatie. Goed georganiseerd. Echter, qua tennis was ik verre van onder de indruk. De gecertificeerde tennisschool waar ik vandaag eens met jullie over wil hebben is InTime. InTime was de organiserende tennisschool van het JRT in Zoetermeer waar ik dit weekend geweest ben. Het wordt geleid door Martijn Belgraver en Noelle van Lottem. Ik mag hun graag. Ik hou van mensen die gepassioneerd met tennis bezig zijn en dat zijn ze zeer zeker. Ik heb ook bij hun op de baan wel eens mogen kijken en ik denk dat hun ook wel dingen te melden hebben op een tennisbaan. Natuurlijk had ik wel wat aanmerkingen, maar ook over het algemeen denk ik dat hun een van de betere baantrainers in Nederland zijn. Ik weet ook van hun tennisschool dat ze het wel wat moeilijk hadden en ik vind wel dit als eerste de tennisschool waar je wel aan merkt dat een gecertificeerde status wel wat op kan leveren. Want het ziet er allemaal een stuk professioneler uit. Ze zijn ook
ja, volgens mij zijn er ook meer spelers daar bij hun aanwezig. Ik denk dat hun dat ook bewust hebben gedaan. Daar wil ik het als laatste met jullie over hebben. Ik zelf ben niet bereid om om inhoudelijke zaken. Ja, dat ik het met ergens inhoudelijk niet mee eens ben, dan kan ik op persoonlijke gronden kan ik daar gewoon niet aan meedoen. Ik denk dat hun wel erg berekenend deze keuze hebben gemaakt. Want ik heb ook vaker met hun besproken en hadden ze toch wel een redelijk, een redelijk directe mening over de KNLTB, over de mensen die er waren, over hoe ze werkten enzovoorts. En volgens mij is er heel weinig veranderd daarin. Ook inhoudelijk zullen ze zeer zeker niet gaan wijken daarvoor, voor de mening van de KNLTB. Terwijl dat eigenlijk wel gevraagd wordt van je als gecertificeerde tennisschool, dat je gezamenlijk beleid naar mijn mening moet maken. En dat hebben ze volgens mij heel berekenend gedaan. Nogmaals, ik veroordeel dat helemaal niet. Ja, echt totaal niet, want dat is zakelijk gezien voor hun denk ik een hele slimme keuze geweest. Maar ik vind echter wel, inhoudelijk gezien, ga je daardoor nooit top worden naar mijn mening. Je kan niet je eigen inhoud of je eigen mening daarin kan je volgens mij niet verloochenen. Je moet ten alle tijde volgens mij staan voor je eigen visie. En ja, ik geloof niet echt in de nuance op topsportgebied. Volgens mij moet je gewoon een beleid uitstippelen en je daaraan houden en daaraan geloven. En dat moet je met de best mogelijke mensen doen. En ja, je dan partner maken van een organisatie die je jarenlang, ja, laten we zeggen, niet zo'n hoge pet van op hebt gehad. En je daar nou mee gaan verbinden met mensen waar je in het verleden ook niet heel erg positief over geweest bent. Ja, ik vraag me af of dat meewerkt aan het sportief proces. Verder, zakelijk gezien en op persoonlijke gronden veroordeel ik dat totaal niet. Want ik mag hun vrij graag. Maar het is voor mij, ja, voor mij zou die keuze nooit gemaakt kunnen worden. En ik ben er waarschijnlijk ook misschien dan een beetje raar of speciaal in. Ik zou het niet weten.